We schakelen nu over naar ons Eemsdelta Repo-team ergens in de regio. Eemsdelta. En vandaag in het Repo-team, dat zijn Dirk en Anna. En ze zijn in Wagenborgen. Iets met een snerttrail. Dus ik reken ook op dat ze gewoon snert krijgen. Anna, kom er maar in. Nederlands. Ja, ik sta hier in de kou, buiten. Hè, want binnen zijn ze allemaal snert aan het eten. En naast mij staat Ina. Stoutmeijer. En Ronnie. Ronnie Soer. En Ina is van de... Van de fietsende hardloper die de snert... de Proosmeersnertrail organiseert. Voor de tweede keer, omdat in verband met de corona het niet door kon gaan steeds. Nee. Hey, nou had ik gelezen, een fietsende hardloper. Wat moet me daar in vreesnaam bij voorstellen? Wij zijn een hardloopgroep en mijn man was trainer en die kon zelf niet hardlopen, dus die fietste altijd mee. Oké, ja, want ik denk, nou, daar snap ik niks van hoor. Maar goed, ik ben ook niet zo sportief, hè, als jij. Nou. Hey, en jij bent de Ronnie en jij bent van de? Ik ben van het goede doel, wat verbonden is aan deze loop. En wat, jullie krijgen nu de opbrengst, hè? Ja, de opbrengst gaat naar het Ronald Kinderfonds. Het verhaal. Wij zijn ouders van een meervoudig gehandicapte dochter. En wij maken gebruik van de 3 vakantiehuizen van rondom het kinderfonds. En om die huizen draaiende te houden is er geld nodig. En de kinderfonds organiseert ook fondsenwervende fietstochten. Waaronder Home Ride. Er is ook een loop in een hardloop evenement aan verbonden. En dat is altijd eind juni en door Nederland is dat 500 kilometer in 24 uur. Bliksem. Ja. Ja. Maar goed, daar moet je wel wat voor doen. En, er moet geld, of dat moet, maar geld inzamelen. En dit soort acties waarin het dorp mij ondersteunt is zeer welkom. Ja. Ja. Hey, en Ina, en hoe kom je nou erbij dan om... dit project te doen? Nou, wij doen het liefst projecten die waar het dorp mee verbonden is. Dus wij hebben een keer voor netkanker gedaan in de UMCG. Want mijn man had netkanker. Dus dat klopte daar ook heel mooi bij. Wij dachten nu van te doen voor Ronnie. Want die kan het geld ook goed gebruiken. En zo proberen we de Proosmeersnettrail verbonden te laten blijven aan dingen wat hier in het dorp is. Ja, ik snap hem. Maar nou staan wij hier aan de kou. En hoeveel deelnemers zijn er dan die meedoen in deze kou? Nou, in deze kou, volgens mij, ik heb het niet meer precies gezien. Want op een gegeven moment moet ik ook naar buiten om naar de stad te gaan. Maar ik denk 90, 95 in die gooi. Ja, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Iedereen betaalt €5. En die gaat zijn loopje doen, dat is 2750 meter, helemaal hier om het Proosmeer, onverhard. En na de tijd krijgen ze en een medaille, en een water, en een bakje met snert, met roggebrood. En omdat wij hier in het Nijsgebouw zijn, kunnen wij dus gebruik maken van hun faciliteiten. Mensen kunnen daar kniepertjes kopen, gluwijn, warme chocolademelk en koffie. Dus eigenlijk is hier alles. Eigenlijk is in Wagenborgen alles. Hey, tot wanneer kun je dan nog terecht? Nou ja, als iedereen binnen is en er komt nu nog steeds iemand binnen en ik zie daar ook nog mensen lopen. Dus ja, zolang als die mensen hun snert nog niet op hebben en hun kniepertjes nog niet op hebben gehaald, gaan wij gewoon door. Want ook Nijs moet hier blijven. Stikke mooi. Ik hoop dat ze er heel veel opbrengt. Ja, wij weten het nog niet precies. We gaan het straks aan Ronnie overhandigen. Ik heb niet geteld. Dat heeft een andere vrijwilligster gedaan. Dus ik heb geen idee. We zien het. Maar ik denk dat we wel misschien wel 500, misschien wel meer dan €500 hebben. Nou, ik zou zeggen, hartstikke veel plezier nog met snerdeten. Dat gaan we helemaal doen. En jullie hartstikke bedankt. Ik kom volgend jaar allemaal weer terug. Hè, ook mensen die dit horen. Ja. Om mee te doen voor weer een nieuwe goede doel. Zo is dat. En Ronnie, jij ook bedankt. Ja, dankjewel. En sterkte met alles. Ik ga trainen. En eind juni volgend jaar 2023, 500 kilometer in 24 uur voor het Rondom en Onderkende Fonds. Nou, helemaal goed. Dankjewel voor dit gesprek, jongens. Ja hoor, dankjewel. Dankjewel.